Ik ben Nidine, ik ben de receptioniste van Tongeren. Ik verwelkom alle klanten, alle bezoekers, alle nieuwe werknemers. En ik neem jullie vandaag graag mee in een kijkje op onze nieuwe site. De bereikbaarheid van onze site is heel goed. Slechts 10 minuutjes ben je van het centrum van Tongeren gelegen, ook vlak naast het E313. Ik werk hier ondertussen al 2 jaar bijna. Dus ik heb de opstart meegemaakt en ik heb het bedrijf zien groeien. Wat ik hier zowel dagelijks doe, is vooral de mensen de wegwijs brengen die hier bezoek komen brengen. En ook onze nieuwe werknemers de uitleg geven wat hun te wachten staat. Hier bij Dispatch worden alle papieren in orde gemaakt om zo de goederen tot bij de klant te krijgen. Dat is van het begin van de bestellingen ingezet worden, tot de chauffeur de goederen komt ophalen om zo tot de klant te brengen. Al deze papieren worden daar in orde gemaakt. Het is hier heel leuk om te werken omwille van de toffe collega's, de familiale sfeer. Tijdens de middag kunnen we genieten van een tasje koffie, frisdrank die we aangeboden krijgen door het bedrijf zelf. We kunnen ook met iedereen babbelen tijdens de lunchpauze, omdat iedereen op één centrale plek komt eten. Iedereen gaat ook met elkaar als familie om en dat maakt het net zo leuk om hier te werken. Suprema is expert in waterdichting en isolatie. Hier in Tongeren in de productie wordt XPS-isolatie gemaakt. XPS is geëxtrudeerd polystyreen, dat ook volledig recycleerbaar is. Dat zult je ook gaan merken dat we dus heel veel met het milieu bezig zijn. Mensen die nog geen ervaring hebben in het productiegebeuren of in het warehouse, die kunnen ook altijd genieten van een interne opleiding, waardoor ze dan zeker op hun gemak gesteld kunnen worden en kunnen uitgroeien tot een echte magazinier of een echte operator in productie. In het magazijn maken ze alles klaar om het materiaal tot bij de klant te brengen. Dus dat wordt gepikt, in de camion geladen. Maar wat er allemaal tussen komt, dat is natuurlijk nog de uitdaging voor de magazinier. En dat laat ik aan jullie over om te ontdekken.